In onze serie Unieke wielertruien die te bezichtigen zijn in de Velodroom, brengen we vandaag een kort verhaal rond Jos, de schoenmaker. Voor aanvang van het seizoen 1972 vraagt Eddy Merckx aan Jos, de schoenmaker, om zich vanaf dan enkel op de grote rondes toe te leggen en niet langer op de klassiekers. Eddy rijdt dat jaar het tweeluik Giro Tour en op Italiaanse wegen kan Merckx hem goed gebruiken. De Spanjaard José Manuel Fuente bijvoorbeeld maakt hem daarin het leven meer dan zuur. De Spaanse klimgeit draagt zelfs 4 dagen de roze trui. Maar in de bergrit naar Catanzaro slaat Merckx terug en rijdt hij de Spanjaard op meer dan 4 minuten. De schoenmakersrol is daarbij niet onaanzienlijk. De rit begon met een beklimming. Op verzoek van Eddy waren we die morgen vooraf met heel de ploeg een uurtje gaan warm draaien. We demareerden na het neerlaten van de startvlak meteen vol een bak, tot de Spanjaarden op hun knieën zaten. Ik ben de hele tijd bij Eddy kunnen blijven om tempo te maken en de kloof uit te diepen. Uiteindelijk bleef alleen Eddy over met de Zweed Gustav Pettersson. Ik moest hen laten gaan in de afdaling, want kon ik in een klim mijn mannetje staan, in een afdaling was ik bang als een wezel, na een val eerder in mijn carrière waarbij ik mijn dijbeen brak. Merckx laat achteraf noteren dat hij het werk van zijn ploegmaat ten zeerste waardeerde.